Ik ben Theodor Holman. Ik ben schrijver, columnist, journalist. Mijn naam is Primer Arkishun. Ik ben radio- en televisiepresentator en columnist. En de enige reden waarom ik hier bij dit gesprek aan dit domme programma meedoe is omdat ik televisiepresentator ben geworden dankzij Frits Barend. Wat gebeurt er als je twee gasten uitnodigt voor een gesprek zonder dat ze vooraf weten dat ze elkaar gaan ontmoeten? We nodigden twee columnisten uit. Twee tegenpolen. Theodor Holman en Prem Radakishun. Dit is wat er gebeurde. Dit is 1 op 1. Goed gesprek is eigenlijk iets anders dan een goed interview. Een goed interview moet informerend zijn. Een goed gesprek moet onderhoudend in ieder geval zijn. Ik zou bij God niet weten waar een goed gesprek aan moet voldoen. Ook niet bij Allah of bij Jezus of bij Jehovah of bij God. Het interesseert me niet. Daar moet iets in gebeuren waardoor beide als het ware op een hoger niveau terechtkomen. Ik zie het wel wie het gesprek denkt dat interessant of niet interessant of confronterend of niet confronterend voor Prim is. Er zijn hele bevolkingsgroepen die ik eigenlijk liever niet tegenover me zou willen zien. Er springt er toch eentje bovenuit. En dat is op dit moment Prem Radakishun, omdat hij mij tamelijk beledigd heeft. Dus die moet eerst zijn excuses aanbieden. Wil ik met hem spreken? Het interesseert me geen moer wie tegenover me zit. Dus het maakt me niet uit wie er absoluut wel of absoluut niet tegenover me zit. Ik dacht het al. Ik wist dat ze het zouden doen. Ik ga niet met je praten. Alleen als jij je excuses... Ik ga echt niet met je praten. Alleen als jij racist. Krijg ik nog omhelzing of niet? Ik ga echt niet met je praten. Het spijt me heel erg. Waarom ga je met me praten, Theodor? Ik ga niet met je praten, tenzij jij je excuses aanbiedt. Hoe gaat het met je? Ik wist het wel. Moet je een glaasje water, Theodor? Dames en heren, ik ga niet met Prem praten. Pas nadat hij zijn excuses heeft aangeboden. Ik wist dat omdat ze dat... ik niet wens te praten met iemand die mij beschuldigt van racisme. Daar ga ik niet mee praten. Vrijheid van meningsuiting, Theodor. Daar hou je toch van? We zijn klaar. Ik ga niet met je praten. Opstaan? Ja, ik ga niet met je praten. Dat stelt me dan zo diep teleur van je. En nu heb je zulke lange tenen. Zo, jongens, dit was kort. Ik ga niet met hem praten. Absoluut niet. Hij maakt ze niet. Ik ga niet met hem praten. Ik wil niet met zo iemand praten die mij een racist noemt. Maar gaat het maar. Maar je weet niet wat hij gaat zeggen natuurlijk als jij gewoon blijft zitten. Ja, is te laat. Doe ik niet. Doe je niet? Nee. Dan gaat hij weg. Nou ja. Ja, omdat hij is geen racist, zegt hij. Ja, prima. Maar dat ik... Waar is hij? Maar heb je nog een... Waar is Theodor? Hier, Theodor! Theodor, kom hier zitten en vertel me waarom je geen racist bent. Hij wil het echt niet praten, luisteren. Nee, maar dan moet hij... Dat moet je het op de camera doen. Hè? Dan moet de camera doorlopen, het programma. Alleen maar die excuses aan. Maar Theodor, luister even. Nee, ik luister niet. Ik luister alleen naar excuses. Welke excuses? Maak nu je excuses. Maar Theodor, wacht even. Vrijheid van meningsuiting. Nee, wacht even. Theodor, wacht even. Voordat je wegloopt, Theodor, voordat je wegloopt. Maak je excuses. Nee, maar luister nou even. Voordat je wegloopt. Maak je excuses eerst, Prem. Waarvoor? Maar weet je dat niet? Dan heeft het helemaal geen zin. Dat ik waarom niet? Heb ik geen recht op mijn mening? Heb jij het exclusieve recht op vrijheid van meningsuiting, Theodor? De kamers lopen door, hè? Ja. Ja, maar ja, we kunnen moeilijk 5 minuten uit. Dan zijn die 5 minuten uit. Ja. Ik ben niet weggelopen, dus. Hè? Ik ben niet weggelopen. Je blijft zitten. Ik blijf ook zitten. Ik wacht op de deur. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja. Hij wil graag excuses horen, anders wil ik niet met u praten. Dus dat is toch ook niet. Vrijheid van meningsuiting. Ik heb hier in dezezelfde studio samen met Theo en Theo TRT gedaan. Toen ging het ook over de vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja. Maar vindt u het ook echt?
kan wel zeggen dat vrijheid van mening... Ben jij nou Theodor geworden? Nee. Ben jij nou Theodor geworden? Nee, laat even één ding aan u van ons worden, niks. Maar ik ben echt serieus, hoor. Ja, nee, ik weet dat je serieus bent, maar ik bedoel, ik ben uitgenodigd voor 1-op-1. Ja, ja, ja. Ik neem aan dat dit ook wordt opgenomen, dus dan zenden we dit in plaats uit. Dan zijn jullie dan Theo in plaats van dingen. Ik weet nou niet hoe. Nee, maar waarom? Ik ben ja. Frits ermee geteld als ik hier ben. Nee, maar goed, maar jullie nodigen me uit voor een televisieprogramma. En ik neem aan dat de camera's nog lopen. Ja, lopen ook. En dan moeten we een uur vullen, dus dan kunnen jullie dit uitzenden. Dat ook weer niet. Ja. Kijk, u hoeft niet, als u iets vindt, dan moet u er vooral bij blijven. Maar als u... U zou misschien uw excuses aanbieden, of niet? Wie zegt dat ik mijn excuses aan zou bieden? Nou, dat was de gedachte die heerste bij de heer Holman. Oh, maar de heer Holman wist dan dat ik hier zou zitten? Nee, nou. Ik had geen idee. Nou. Maar, als u dat dus niet gaat doen, dan is het inderdaad, dan wil hij niet meer terugkomen. Dus dan moeten we even maar dan moet u het programma maar stoppen en die 5 minuten uitzenden als 1-op-1. En de meneer Holman, die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel is, dan weer excuses hebben. Ja, maar die gaat hij dus sowieso niet krijgen. Los van het feit dat het terecht is. Je stelt me vragen waar ik... Nee, oké. Okay. Ja, u bent... Ja. Oké, okay, nou wel in ieder geval heel erg bedankt voor uw komst. Oké. Okay. U heeft uw best gedaan. Ja. Nou, dit gaat niet om mijn best gedaan te hebben. Nee, maar ik heb me verheugd op een goed gesprek met Theodor, maar goed. Ja.